Het is eind 1944. Nederland is verdeeld. Een deel van het land is al bevrijd van de Duitse overheersing, maar een deel ook niet. Precies in dat grensgebied ligt de Biesbosch. De rivieren vormen een natuurlijke grens tussen bevrijd en bezet gebied. En juist hier waagden 21 mannen deze laatste maanden van de oorlog keer op keer hun leven. Zij zijn de liniecrossers. Ze worden liniecrossers genoemd omdat ze steeds de oversteek maakten tussen bevrijd en bezet gebied. Met bootjes en kano's hielpen ze mensen vluchten of juist het bezette gebied in te komen. Ook vervoerden ze goederen zoals medicijnen. Vooral aan insuline was een groot tekort. En ze brachten berichten over die bestemd waren voor de geallieerden. Zij kenden de Biesbosch op een duimpje. Iedere bocht, iedere kreek, iedere oever. Daardoor konden zij vaak ongezien en ongemerkt heen en weer varen.